We staan op de Prins Hendrikade in Zaandam. Wat is er net gebeurd? Ik zag een vrouw in het water met haar auto. En op het moment dat er een boot stil stond en haar wilde redden met een pak aan, ging ze ten onder, onder water. Hoe is de auto te water geraakt, denkt u? Ja, die auto is misschien met een verkeersmanoeuvre te water geraakt. Dat is voor ons ook onduidelijk. En op dit moment onderzoekt de politie het ongeval. Hoe gaat het met de vrouw? Ja, die vrouw hebben wij binnen 15 minuten uit het water kunnen halen. En ja, ze is met een hartslag van hier weggegaan. Dus dat is heel positief. De brandweerduikers die hebben haar dus uit de auto gehaald. Hoe gaat het verder met de vrouw? Geen idee. Ik hoop dat ze het heeft overleefd. We hebben onmiddellijk twee duikers in het water gelaten. Waarvoor van tevoren al door een passerende vrachtboot is geprobeerd om iemand te redden. Maar dat is niet gelukt. En de duikers hebben haar uit het water kunnen halen.